Is je vaste geldig als je vast, maar niet bidt? Is je vaste geldig als je vast, maar niet bidt? Dit is gebaseerd op de meningsverschil die de geleerden kennen. Als men niet bidt, zijn je nog gelovig of niet gelovig? Als we kijken naar de Hanbali madhhab, ze zeggen van, als een persoon uit laksheid het gebed niet meer verricht, dan kan hij in ongeloof vallen. Met voorwaarden. Met voorwaarden, zeker. Met voorwaarden. Een van de voorwaarden daarvan is dat hij bijvoorbeeld uitgenodigd wordt door de leider. Dat hij wordt uitgenodigd om te bidden. En hij wil dat niet gaan oppakken. Dus wat we vandaag kennen, zoals we op internet lezen, dat een vrouw zegt van, mijn man bidt niet. Wat moet ik doen? Dan zegt een vrouw, andere zusters tegen haar in de comment van, jullie zijn haram voor elkaar, jullie zijn geen man en vrouw. Klopt niet. Ook volgens de Hanbali madhhab klopt het niet. Want de oordeel moet komen van een mufti, van een qadi en niet zomaar van een fulan op internet. Dus daar zijn voorwaarden voor. De meerderheid van de geleerden zeggen dat de persoon die het gebed verwaarloost, uit laksheid en luiheid, niet omdat hij niet gelooft dat het verplicht is, maar uit laksheid, dat hij een grote zonde heeft begaan. Dat hij een grote zonde heeft begaan. En een grote fasiq is. Fasiq is een zondaar. Maar we kunnen niet zeggen dat hij ongelovig is. We kunnen niet zeggen dat hij ongelovig is. Dat betekent dat zijn daden, zijn andere daden van aanbidding, worden dan wel geaccepteerd. En de vraag die gesteld moet worden is van, hoe kan ik ook vasten? Hoe kan ik bidden? Hoe kan ik het gebed oppakken terwijl ik wel kan vasten? Dan zeg ik, stel de vraag maar aan jezelf. Waarom vast je eigenlijk? Je vast omdat het het bevel van Allah subhanahu wa ta'ala is. Dezelfde Allah heeft jou een bevel gegeven om te bidden. En je kan niet hier gehoorzaam zijn en hier ongehoorzaam zijn. Dezelfde God, dezelfde Heer. En het gebed is iets wat je dagelijks doet. En het is de eerste zaak waar Allah subhanahu wa ta'ala over vraagt. En het is schande genoeg. Het is schande genoeg dat de geleerden een meningsverschil over je hebben of je nog moslim bent of niet. Ook al zeggen we van, je bent moslim, maar het feit dat ze een meningsverschil over jou hebben of je nog moslim bent, is al gevaarlijk op zich. Nou. Duidelijk. Dus vaak zien we dat van, oh broeder, je bidt niet. Waarom vast je? Je hoeft niet eens te vasten. Het is toch niet geldig. Nee. Dat moet niet gezegd worden. Als een persoon bepaalde zaken niet nakomt en andere goede dingen doet, juist de andere kant op. Ja, dan moet hij dus meer gemotiveerd worden om de goede daden te verrichten. En niet dat hij de goede daden doet, goede daden ook gaat verwaarlozen en niet meer gaat oppakken. Zoals wordt gezegd tegen een aantal zusters van, ja, je draagt een hoofddoek, maar je doet slechte dingen. Haal beter je hoofddoek weg. Nee, dat kunnen we niet zeggen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, fattakullah mastata'tum, vrees Allah subhanahu wa ta'ala in hoeverre je kan. En je moet men juist gaan helpen en gaan motiveren. En bij hand nemen om het inshallah goed te doen. En niet te zeggen van, jij bent hypocriet bezig. Wees geen hulp van de shaitan dus. Juist. Waar geloof ik.